Welkom bij aflevering 2 van Een Zomerlang Kuilenkunst. Vandaag weer nieuwe kunstwerken waar nieuwe verhalen achter schuil gaan. Veel kijkplezier. Naast mij twee leden van de kunstroutecommissie, Bert Verweijen en Pieter van den Helsen. Waarom hebben jullie het initiatief genomen om een kunstroute te organiseren? Nou, dat is iets, wij zitten bij Ontdekmil en ons deel bij de Ontdekmil is kunstroutes regelen en verzinnen. Dus we doen dat wij elk jaar doen. En we hebben dit nou, het is nu voor het vierde jaar dat we dat doen en, ja, het schijnt de mensen goed te bevallen, want er werd flink gebruik van gemaakt wat fietsen en wandelen betreft. Dus, het is voor ons ook heel mooi en dat er een hele hoop mensen enthousiast zijn. Ja. Waarom is er voor de Kulle gekozen? Ja, het is toch een heel mooi gebied. En ja, wij doen eigenlijk proberen hem met mooie familie te laten zien. Eigenlijk door het hele land van Kuik of door iedereen. Dat is een beetje de insteek van het geheel. En volgend jaar verzinnen we weer iets anders. Dit jaar zijn er 30 kunstwerken. Hoe hebben jullie zoveel kunstenaars enthousiast weten te maken om mee te doen? Nou, wij organiseren alle jaar een avond bij Bert in zijn ding. En dan krijgen ze voor niks koffie en een pilsje. En daar komen ze schijnbaar allemaal op af. Is het geworden wat je ervan gehoopt had? Ja, zeker. Zelfs meer dan dat. We hadden gedacht 20, 25 en we hebben er 30. Dus prima. Matt van Sambeek, Jax van Strijp, Charles Linders en Robin Anthony hebben samen een toren van niks gemaakt. Waarom is het een toren van niks? Nou, het is een toren van niks. Maar ja, daar komen we straks van nergens achter als je hier langs kan fietsen. Ik denk dat heel veel mensen hem nog bijna niet kunnen zien, want hij is helemaal open. En daarom is het, ja, je ziet bijna niks, een toren van niks. En zo is het eigenlijk, ja, zo is het idee ook ontstaan. We zijn met die toren begonnen en toen hadden we het lag er allemaal, het lastwerk. En iedereen is, jongen, het werd helemaal niks. En we kunnen niks. En ja, ik zeg al, straks als je langskomt, dan zie je het. Je ziet bijna niks. Dat is de toren van niks. Hoezo moet je ook neer kunnen kijken op de Kulen en niet alleen ver weg kunnen kijken? Nou, als je op de Kulen zelf staat, dan staan geen bomen, dat is alleen maar water. Dan kun je alleen maar ver weg kijken. En wij hadden gedacht om eens een keer van boven te bekijken. Maar ja, dan staat hij wel op een iets andere locatie. Maar er komen nog stukken op, want het is nog maar voor de helft klaar. En dan kunnen ze vanuit Langeboom eens mooi neerkijken op Mil. Wat is het doel achter het kunstwerk? Nou, het doel achter het kunstwerk is ja, meedoen op de kunstroute in de Mil. Want we moeten toch wel ieder jaar iets laten zien. Maar ja, het hogere doel van het uiteindelijke kunstwerk is dat een vriend van ons, die helaas afgelopen jaar is overleden, die had altijd het idee van, hij woont in een bos en hij zei vaak tegen zijn vrouw van, ik zou eigenlijk heel graag een uitkijktoren in mijn bos willen, dat ik er bovenin kan gaan zitten en dat ik over mijn bos uit kan kijken. Dus ja, het was ook het bos van Jos en ja, we hopen dat de vrouw van Jos straks ja, de toren over wil nemen. En dat er dan toch ja, een gedenkteken in het bos kan komen staan. Zodat de toren uiteindelijk toch verwezenlijkt is geworden.
Bert van Weijen en Pieter van den Elzen hebben samen ook een kunstwerk gemaakt. Wat hebben jullie eigenlijk gemaakt? Nou, ik had thuis nog een paar oude fietsen staan. Ik denk, ja, daar moet ik ook een keer vanaf. En in een lichtmast of in een vlaggenmast. En ja, daar maakte ik een kunstwerk van dan. Zoals je hier ziet. Maar ja, of het echt kunst is, dat is wel een andere vraag. Maar wanneer is iets kunst, hè? Als jij vindt dat het kunst is, dan is het kunst. En wij vinden dit kunst. Wat bedoelen jullie met de spreuk, beter twee fietsen in de lucht dan één in de kudde? Nou, dat zal ik u vertellen. Het is eigenlijk zo, we moesten iets maken waarop de kudde sloeg. En dan, ja, dan moet je toch de kudde erbij halen. En dan is het toch fijner dat je twee fietsen in de bom hebt hangen als in de kudde. Want dan krijg je hem nooit meer uit, die kudde. Wat is, hoe diep is dat? 25 meter, 30 meter? Dus die vinden nooit meer terug. En hier hebben we misschien nog kans dat je zo het terugvindt. Waarom is het een kunstwerk van weinig woorden? Nou, Bert en ik, wij zeggen eigenlijk nooit niet zoveel tegen elkaar. En als we iets zeggen, dan zegt hij altijd iets en ik moet altijd luisteren. En daarom is een kunstwerk van weinig woorden. Ron van den Dikkenberg heeft een uilenpaar gemaakt. Ron, vertel eens wat meer over je creatie. Nou, veel mensen lopen in de natuur, die genieten van de natuur. En zeker hier bij de kuilen. En dan zien ze vogels en op het moment dat ze hem zien, vliegen ze meestal weg. Ik dacht, ik maak een beeld van een uilen-echtpaar die echt blijft zitten voor de mensen. Dus dat de mensen goed kunnen kijken van, hé, daar zitten uilen. En je kan ze mooi bekijken op de route. En hoe heeft u het gemaakt? Wat voor materialen heeft u gebruikt? Nou, het is een hele moeilijke steen. Het is opaal. En ja, het is eigenlijk moeilijk bewerkbaar, maar wel een hele mooie. Dus het is hakken met een hamer en een beitel. Het is best wel veel werk, maar heel leuk om te doen. Dus ja, het is een hobby die heel veel ontspanning geeft. En het is natuurlijk heel leuk om te laten zien aan de mensen. Waarom heeft u voor uilen gekozen en niet voor een andere vogelsoort? Nou, ik vond een uil is toch heel belangrijk. Als er een oehoe wordt gespot, zeg maar, zoals laatst in Uden, staan de kranten vol. En ik dacht, nou, in Langebomen zijn nog geen oehoes en nu dus wel. Ik zie hier de uil voor me, maar ik zie maar één uil. Waar is die andere uil? Want u had het over een uilenpaar. Nou, het leuke van dit beeld is dat hij tweezijdig is. Dus dat je het fietspad loopt aan twee kanten langs de bomen. Dus je kan eigenlijk van twee kanten een uil zien. Aan de ene kant het mannetje en aan de andere kant het vrouwtje. Aflevering 2 zit er helaas alweer op. Ik hoop dat de verhalen u zo nieuwsgierig hebben gemaakt dat u zelf ook de kunst op de kudde komt bezichtigen. Ik zie u graag de volgende keer weer terug.